Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Hallo, daar zijn ze al. Welkom. Applaus. En we gaan tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat ie! Meneer Barneveld, vond u het een mooie fiets, toch? Ja. Een heel bijzonder vervoermiddel, hè? Goedkoop en ik hoef ze niet te trappen. Want ik zal u bekennen, dit is mijn eerste officiële opening. Dus ik vind het best wel heel spannend hier zo. Maar ik vind het daarnaast heel erg genieten. En ik ben erg heel blij en dankbaar dat ik met u allemaal hier mag zijn. En niet alleen ook omdat het geweldig mooi weer is, waar we met z'n allen van genieten. En dat maakt het fietstochtje toch net iets leuker. Maar ik denk dat er een bijzonder woord van dank op zijn plaats is voor de samenwerkende partijen. Die we hier al aangetroffen hebben. En het thema in onze lokale politiek is Oldebroek voor elkaar. En dat is hier echt in praktijk gebracht. En ik heb al een klein beetje gezien in hoofdlijnen. Maar ik hoop straks ook veel meer de details te zien. Samen met u. Even terug in de tijd, als net aangesteld raadslid in 2011, kreeg ik allerlei vragen over het nieuwe veld heen. Hoe zit het met de 24-uurszorg? Komen er genoeg verpleegbedden? Kan mijn man daar komen te wonen? Nou, u weet de vragen, ze waren divers. Wij hebben ze meegenomen in de momenten dat er gevraagd werd voor een beslissing. En als ik nu terugkijk, dan denk ik, er staat iets geweldig moois. En die doet het. En die doet het. Ik mag er ook één. Eén is er ook eentje. Oh. Even elkaar een hand. Samen met de Barneveld. Als we nou allemaal 1, 2, 3 tellen, hoe denk ik? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, wat hard werken. Goed werken. Ja. Ja hoor. Nieuwe Belmond is geopend. Mijn naam is Erik Dannenberg, ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Viatens. We hebben vanmiddag een feestelijke opening beleefd van het nieuwe Veldheem. Het is volledig vernieuwd en prachtige, mooie functie die het hier kan hebben in het dorp. Voor mensen die ouder worden, maar ook mensen met een verstandelijke beperking vanwege de samenwerking met Cariander. En we hebben een aantal toespraken gehad. Wethouder Lisbeth Vos heeft hier een toespraak gehouden. Heeft warme woorden gesproken over de betekenis van deze mooie voorziening in het dorp. Samen met een aantal bewoners heeft ze hier met een mooie strik het gebouw geopend. De ballonnen zijn in de lucht gelaten. Het was echt een feestelijk moment. En we hebben er fantastisch weer bij. Het is echt genieten. We waren zo blij dat de mensen hier met de ballonnen stonden in plaats van met de paraplu's. En een geweldige sfeer. En velen zijn nu binnen aan het kijken. Genieten van appeltaart. Lekker op zijn Hollands met een appeltaartje. En kijken naar het gebouw, de locatie bekijken. Er zijn vast ook wel mensen die hun deur openzetten om hun appartement te laten zien. Want mensen zijn trots dat ze hier wonen. En mensen kunnen nog naar de informatiemarkt gaan. Dan kunnen ze zien hoe het is om ook in Wezep gezond oud te kunnen worden. En als het nodig is hier te kunnen komen wonen. Maar ze kunnen ook nog met een hele mooie limousine van Koelenhagen een ritje door het dorp maken. Als je daar altijd al eens van gedroomd hebt om met zo'n enorme mooie witte lange auto rond te rijden, dan kan dat nu. En voor andere mensen die een andere voorkeur hebben, die kunnen met de huifkar. En dat is weer gezellig op zijn ouderwets met de paarden ervoor. Een gezellige tocht door het dorp maken. Ja, er zijn diverse appartementen waar ouderen kunnen wonen, zelfstandig, maar als het nodig is ook met zorg, soms zelfs zware verpleeghuiszorg. Maar er wonen hier ook mensen van Cariander met verstandelijke beperkingen en ook ouderen. En die kunnen hier een prima plek hebben om te wonen. En het is toch op zo'n manier geplaatst dat je niet buiten de gemeenschap neergezet bent in een of ander pand, maar echt gewoon onderdeel van het dorp met je naasten om je heen, je familie en de mensen die je bezoeken. En dat is een hele goede zaak. Daarnaast zijn er allerlei stands hier in het gebouw waar mensen informatie kunnen halen. Kunnen ze van de beide organisaties zien wat er allemaal mogelijk is, welke diensten er zijn, welke vormen van ondersteuning er zijn.
En eigenlijk gaat het ook om het geruste gevoel van als ik een beperking heb, als ik oud word en ik kan niet meer alles zelf, welke voorzieningen zijn er dan en waar kan ik dan een beroep op doen? En natuurlijk gaat dat in het nieuwe zorgstelsel anders als voorheen. Dan ging het vaak vanuit de rechten en dan kon je van alles krijgen. En nu wordt ook gekeken van hoe kun je sommige dingen samen doen met je mantelzorgers. Maar zoals wethouder Vos ook al zei, eigenlijk is Weesop dat al gewend om gewoon met elkaar en voor elkaar te zorgen en elkaar nabij te zijn, ook als het moeilijk wordt. Wie hebben jullie allemaal uitgenodigd? Er waren hier veel eerste cliënten zelf. Hè? Mensen hebben hier een intrek al genomen. Hun familieleden zijn er. Het oude bestuur was er. Ger Steenhuis, Wim Lozen. Die hebben natuurlijk ook geweldig veel werk verzet. We hebben het ook geweldig op prijs gesteld dat Doeke Post hier was. Professor Dr. Post, die hier ooit begonnen is als huisarts, het initiatief heeft genomen om dit zo te realiseren. Dat deze voorziening er kwam. Toen nog voor behoorlijk zelfstandige ouderen. Later werden dat veel meer zorgafhankelijke mensen. Hij was tot voor kort voorzitter van de Raad van Toezicht. Dus hij heeft ontzettend veel jaren sinds 1977 zijn verbondenheid gehad met Veldheem. En daar mag de gemeenschap hem buitengewoon dankbaar voor zijn. En dat is ook de huidige Raad van Toezicht. Veel medewerkers, ja, zijn veel medewerkers aanwezig. En ik heb nu diverse locaties van Viatens bezocht. En je ziet hoe er enorme betrokkenheid is om mensen gewoon, op Zollands gezegd, een mooie oude dag te geven. En dat waarderen we ook vanuit de Raad van Toezicht, vanuit de Raad van Bestuur bijzonder. Ja.